Goh, veel dingen nodig om gelukkig te zijn. Niet specifiek. Het is wel zo dat ik veel prikkelingen nodig heb. Ik ben rap iets beu. Ik vind rap dingen saai. Dus ik voer ook een heel snel leven. Dus ik heb wel veel prikkelingen nodig. En die zoek ik zelf ook op. Er zijn dagen dat ik het heel fijn vind om over een rode loper te schrijden. Een schijnwerper op mijn hoofd te krijgen. Maar er zijn ook dagen dat ik het liefst wil opgaan in de massa. Hangt heel erg van mijn humeur af. Ik ben niet zo'n kroegganger. Ik zit liever thuis. Ik heb thuis zelf een toogje gebouwd in de tuin. Ik heb zo'n beetje een buitenkeuken. Die is zowel in de winter als in de zomer bruikbaar. Dus daar zit ik graag met vrienden aan de toog. Maar ik ga niet zo de drukte opzoeken. Ik kan heel gulzig zijn in het leven. Ik kan me ook echt letterlijk smijten en in het leven bijten. Maar er zijn ook momenten dat ik heel voorzichtig ben. En dat ik het one step at a time neem. Hoe ik heel graag in mijn toog thuis zou willen zitten. Oei, oei. Moet ik kijken als mijn vrouw kijkt. Hè? Wie me enorm geïnspireerd heeft in mijn leven was Ayrton Senna. Gewoon omdat hij komt van Brazilië. Hij komt hier in Europa in de Formule 1 terecht, wat een heel andere wereld is. En hij heeft hier heel veel weten te bereiken. En eigenlijk op het toppunt van zijn leven heeft hij dan het leven gelaten. Dus ja, het zal nooit meer mogelijk zijn, maar het is wel iemand die me enorm geïnspireerd heeft. Voor mij is naast de liefde een van de essentiële dingen van een mensenleven. Respect hebben voor alles en iedereen die om je heen leven en waar je mee te maken hebt, vind ik heel belangrijk. Maar ook diegene die je niet ziet, daar moet je ook naar kijken. Of weten dat die er zijn en er rekening mee houden. Welkom. Vandaag praat ik met een man die snelheid in alle facetten van zijn leven toepast. Dus dat wordt vreedgezellig. Welkom, Anthony Kumpen. Hoi, goedenavond. Je hebt onlangs de 24 uur van Zolder gewonnen, voor de zesde keer al, heb ik begrepen. Ja, zesde keer. Dus dat betekent dat ik toch een beetje oud aan het worden ben, denk ik. Ja, maar we doen dat kalmjes aan, dat oud worden. We gaan er ook nog een glas op drinken. En daar is Michael al. Wat kan jij mijn gast aanbieden, Michael? Voor jou heb ik vanavond een lekkere Monkey 47 gin. Daar gaan we wat tonic bij toevoegen, botanisch gemaakt. Lekker. En als hapje heb ik voor jullie de heerlijke met de hand gerolde frikadellen van Boon. En voor jou, Martien, heb ik een fruitige frisse wijn, een Sauvignon Blanc uit 2010. Uit Touraine, uit de Loire-streek. Oh, lekker. Laat maar komen. Anthony, ik ben niet zo met autoracen bezig, mijn excuses. Maar ik zie jou ook veel in de boekjes staan. Heeft dat vooral te maken met jouw ijver en moed dat ik jou daar veel tegenkom? Of wat is dat met meneer Kumpen? Ik weet niet hoe het ooit gekomen is. Ze hebben me eigenlijk, het is een beetje op gang gekomen. Ze hebben me ooit gevraagd om mee te doen aan Sterren op de Dansvloer. Ja. En dat pakken ze altijd wel een sport erbij. En ik denk dat ze ieder jaar een andere sport kiezen. Ze hebben een basketter gehad, ze hebben een voetballer gehad. En in de boekjes moesten... bedoel je? Ja, en dan hebben ze natuurlijk iemand nodig. Dus dat is alleen maar goed voor mij, want de autosport in België, zeker in Vlaanderen, is vrij klein. In Wallonië is het veel groter dan in Vlaanderen. Dus jij bent eigenlijk blij met al die aandacht? Het is goed voor de sponsors. Ja. En je moet nog altijd denken, als je aan de bak wil komen, moet je publicitair interessant zijn. Mm-hmm. En het is een individuele sport waar je bij een ploegensport zoals voetbal, mm-hmm, heb je een hele ploeg om op terug te vallen. Maar hier, meestal, moet het alleen doen. Vallen ze op mij, ja. Ja. Griet van Hees is jouw vrouw. Jullie zijn zo'n beetje het glamourkoppel van de Lage Landen. Hoe voelt dat? Van de Lage Landen. Ik denk dat in Nederland nog niemand van ons gehoord heeft. Maar... Allee, van België dan? Nee, het is toevallig dat we een koppel zijn geworden. Griet was eigenlijk vroeger mijn pitspoes, zoals ze het noemen. Echt waar? Dus zoals de dokter met de verpleegster, de piloot met de pitspoes. Ongeveer zoiets. Maar we kenden elkaar al 10 jaar. Er was nooit niet echt sprake van liefde. Mm-hmm. En dan hebben we elkaar terug ontmoet en dan zijn we samengekomen. Toen ze eigenlijk pitspoes op pensioen was? Inderdaad. Nu was ze bezig met televisie presenteren, mm-hmm, en modellenwerk. Dus nu was ze al een stap verder. En ik was ook al een stap verder in mijn leven. Ah, oké. Anthony, vul gewoon intuïtief aan. Moed geeft... mogelijkheden. Matigheid ken ik... helemaal niet. Hoop vind ik... een mooi gegeven. Rechtvaardigheid is voor mij... iets dat je zelf moet uitzoeken. Liefde betekent... Het is een moeilijke. Liefde betekent... geven wat je wil krijgen.
Wow, dankjewel. Vrienden of familie? Familie. Drugs of lust? Lust. Snel rijden of passioneel samen zijn? Passioneel samen zijn. Luiheid of ijdelheid? Ijdelheid. Van mij of van jou? Van jou. Samen eten of samen drinken? Samen drinken. Merci. Voilà. Uw ondeugden vallen niet al goed mee. Samen drinken, dat vind ik een goeie. Ik stel voor dat we dat zeker nog doen. Aan jou de eer om een toast uit te brengen en aan mij om jou te bedanken voor dit openhartige gesprek. Heel erg bedankt en ik ga volgende keer kijken als jij reist. Ik ga het niet alleen in de boekjes lezen. Super. Dus. Dan toast ik op onze kinderen, op de jeugd en op de liefde. Hele mooie. En ook u thuis, gezondheid en hopelijk tot de volgende keer. En ik ga zeker kijken naar de volgende race. Ik ben benieuwd. Ja, ga doen. Volgende week voer ik een pittig gesprek over de deugden en ondeugden met Daniela Somers. U kijkt ook.